Dit is een algemene legging. En we gaan kijken naar wat gaat er gebeuren de komende maand tussen jou en jouw soulmate. Gemmy. Hier is sprake van een sterke magnetische aantrekkingskracht. En we hebben kinderen. Kinderen hebben een invloed op je liefdesleven. Dus misschien jouw kinderen of de kinderen van jouw soulmate. Misschien hebben kinderen op een andere manier hiermee te maken. Er zijn ook honden op deze kaart. Dieren. Afleidingen. Dat voel ik daarbij. Dus er gebeurt een hoop eigenlijk om jullie heen, hè? Tussen, om jou en jouw soulmate heen. En toch blijft die aantrekkingskracht heel sterk bestaan tussen jullie. En het is inderdaad net of je verbonden bent aan elkaar. Als een magneet word je naar elkaar toegetrokken. En blijf je ook elkaar steeds voelen. Maakt niet uit wat je aan het doen bent, maar je blijft elkaar steeds weer voelen. Je blijft in contact met elkaar. Blijdschap. Dus je gaat heel erg blij zijn in de komende maand. Vliegen. Oké. Twee hele mooie kaarten. Dat was genoeg. Blijkbaar. Twee hele mooie kaarten. Heel blij. En ik denk dus dat je... Of ik voel... Dus dat je veel meer... eigenlijk van die chemie en die aantrekkingskracht... kan gaan genieten. In de komende maand. Dus we gaan kijken. En waar dat naartoe gaat. Tussen jullie. Het is een beetje alsof je op de wolken zweeft, hè? Dat je blij bent, verliefd bent. Dat er mooie dingen gebeuren. Misschien heb je een mooi visioen, zeg maar, voor die toekomst. Misschien is er iets meer wat iets wat tastbaarders is. Dat er iets is gebeurd of gezegd wat jou heel erg blij gaat maken. We hebben de zegenwagen. De wereld. En de pentakels 9. Ja, we zien hier eigenlijk een begin, misschien een nieuw begin. Het voortdenderen zonder doel is gestopt. En dat gedeelte is voorbij. Die doorbraak is er geweest. En vanaf nu hebben we een nieuw begin. Dus iets wat opnieuw begint. En groei zien we. En iets heel serieus eigenlijk. Hè? Stabiliteit, groei. En dat is wat we hier zien. Ja, dit is jouw soulmate, hè? Die beker 6. Dit is het verlangen naar elkaar. En ook het samenkomen. Jullie vinden elkaar. Eindelijk gaat gebeuren wat jullie al zo lang willen. Je dromen, je wensen gaan in vervulling. Ik zie hier echt iets met kinderen. En dan niet zozeer het krijgen van kinderen, maar meer dat er een bepaalde rust in komt. En als dit gaat bijvoorbeeld om het samenvoegen van een gezin met kinderen, dan vindt dat zijn rust. En dan komt dat helemaal in orde. En zo zien we dat die wens die jij hebt in vervulling is gegaan.
Dus dit is niet iets wat in de toekomst ligt, wat heel ver in de toekomst ligt, maar dit is iets wat op dit moment gebeurt of misschien zelfs al gebeurd is. En waar je nu dus heel blij om kan zijn en wat echt ontzettend dichtbij ineens komt allemaal. En we kijken natuurlijk ook naar wat er in de komende maand gaat gebeuren tussen jou en jouw soulmate. Dus dat is ook echt een nabije toekomst, hè, waar we dan naar kijken. Dus dat is ook super mooi natuurlijk. Nou, we kijken naar die zegenwagen. De dwaas, de matigheid, dat van fortuin, zwaarde 10 en de magier. Heel duidelijk zien we hier het kiezen van een richting. Eindelijk kun je vooruit gaan. Je hebt, jullie hebben een richting gekozen. We zien dat inderdaad dat wat er gebeurde, dat voortdenderen zonder doel, dat is geëindigd. En nu kunnen jullie die nieuwe start krijgen, hebben. Die hebben jullie. En ja, dat is het begin van zoveel moois eigenlijk wat er gaat komen tussen jullie. Kijk weer naar de wereld. Dan hebben we de Pentakels 2, Pentakels 5, koningin van Kelken en de Pentakels 3. Het opbouwen van iets heel moois, iets heel stabiels. Hè? Dit is een stabiele relatie, een samenwerking, een huwelijk wat jullie gaan opbouwen. En het geeft zekerheid. Zekerheid aan jou, denk ik vooral. Dus omdat dit nu een serieuze relatie is, iets wat je al heel lang heel graag wil, en het wordt vastgelegd, dit is een serieuze relatie die ook naar buiten toe wordt gebracht als een serieuze relatie, geeft het jou heel veel zekerheid en vertrouwen ook in die toekomst. Hè? Dat dit iets is wat echt gebeurt en iets wat blijft. Hier hebben we de gerechtigheid, staven 10 en de staven 8. Een hele snelle voortbeweging. Dus eindelijk ga je krijgen wat je wilt hebben. Een hele sterke groei zien we hier. Vastigheid. Dus die verbintenis, je vastleggen aan elkaar, hè? En ook naar de buitenwereld toe. Zekerheid, verantwoordelijkheden delen, samenwonen, trouwen. Heel snel gaat het. Bekers 8 en de zwaarde 5. Dit is die beweging naar elkaar. Jullie vinden elkaar. Jullie komen eindelijk bij elkaar. Twee soulmates komen in vereniging. En eindelijk gebeurt dan wat jullie al zo lang zo graag willen. Dat verlangen naar elkaar, die chemie, die aantrekkingskracht. Eindelijk komen jullie samen en is het zover. Koningin van Zwaarden en de aas van Kelken met de maan. Die voltooiing van die relatie. Dit is het begin van een vaste relatie. Het einde natuurlijk van dat wat er is geweest, hè. Problemen die er waren, die eindigen. En vanaf nu wordt het beter. Wordt het geweldig eigenlijk. Fantastisch. Supermooie relatie. We zien ook het loslaten van die emoties eigenlijk. Dus die emoties mogen er zijn, die gevoelens mogen er zijn. Je hoeft het niet meer in je binnen te houden. En ook jouw soulmate hoeft niks meer binnen te houden.
Hier de bekers 6 met de koning van pentakels. Dus dit gaat om een vaste relatie met jouw soulmate. Het is heel duidelijk. En dit is dus wat op dit moment allemaal gaande is. Wat zeker de komende maand gebeurt. Misschien zelfs al gebeurd is. Hè? Dus hou dat fijne gevoel vast. En dat fijne gevoel, dat blije gevoel is iets wat blijft. Wat er zal blijven zijn, ook in de komende tijd. Hij is erin. Dus we gaan kijken waar dit allemaal naartoe gaat, ook in de toekomst. Hè? Hoe gaat het zijn ook op de langere termijn? We gaan de kaarten verduidelijken. Ik ga verder met de legging in de verlenging. Ik zet de link in de beschrijving onder de video, dus misschien zie ik je daar. En zo niet, ook helemaal goed. En dan zie ik je de volgende keer weer. Oké, dag!